Dan bij het agendapunt 15 konden wij constateren dat dat eveneens de volgende vergadering aan de orde komt. En dan kom ik bij agendapunt 16, de mestbewerking in Gemert-Bakel. En daartoe begin ik wederom bij de fractie D66, de heer Giebels. Daar hebben we hier in Gemert wel eens mee te maken met mest. U hebt vier scenario's geschetst, 0, 1, 2 en 3. Dat zijn er vier. Wij zijn voor scenario 4, dat is eigenlijk het vijfde scenario dan. En dat betekent minder vee en minder mest. En minder mest betekent minder overlast. En wat er is aan mestoverschot in onze gemeente, dient ons inziens verwerkt te worden en niet bewerkt. Het gemeentebestuur is voor scenario 3 mestbewerking in landelijk gebied, buitengebied en wil daarmee een lokale oplossing bieden. Een lokale oplossing bieden voor het mestprobleem door gesloten mestbewerking in het buitengebied op meerdere locaties toe te staan. Op zich weinig mis mee, maar het gaat wel over mestbewerking. U plaatst daarbij bij uw eigen voorstel de volgende kanttekeningen. Dat zijn er twee. Controle op de mestinstallaties is lastiger. Op meerdere installaties, meerdere kleinere installaties, afvalstromen, milieu, schrijft u zelf. En de tweede kanttekening, indien er sprake zou zijn van gezondheidsrisico's, dan geldt deze voor meerdere locaties. Ik denk dat het verstandig is en goed is dat u zelf die kanttekeningen al maakt. Wij zijn op zich voorlopig, althans niet tegen het scenario 3 wat u voorstelt, maar wij willen wel weten of u extra controle gaat inzetten als controle moeilijker wordt. De meeste boeren zijn te goeder trouw in onze gemeente, daar gaan we vanuit. Maar ook hier geldt, vertrouwen is goed, controle is beter. Wat we ook willen weten van u is wanneer u de gevolgen, de risico's van de mestbewerking op de volksgezondheid in kaart gebracht denkt te hebben. Het derde wat ik wil weten van u, wat zijn de gevolgen van scenario 3 voor een bedrijf, en misschien zijn er meer, maar ik ken er maar één, als Zevenster in Elsendorp. En niet te vergeten voor de mensen in hun directe omgeving. De vierde vraag die ik graag zou willen stellen is, welke andere locaties denkt u dat er in aanmerking komen voor installaties om mest te bewerken, liever nog te verwerken? Wij vinden namelijk dat ook achteraf in Elsendorp, in de Rips en in Milhezen de mensen recht hebben op een gezonde lucht en de natuur en op een gezonde bodem en op schoon water dat niet vergiftigd is door het overmatig uitrijden van mest. De nitraatvergiftiging is een bekend fenomeen. Daar hoef ik nu niet uitvoerig op in te gaan. Ik zou ook graag willen weten of er misschien toch, ik hoop dat eigenlijk, plannen zijn voor verwerking. Dus het vergisten, het steriliseren van mest in het peelgebied op langere termijn, waarin wij als gemeente Gemert-Bakel gaan participeren. Ten slotte, het gemeentebestuur is gehouden aan de eisen van de nieuwe verordening Ruimte 2014. Het gemeentebestuur kan echter strenger zijn, schrijft u zelf in uw eigen stuk, dan de provinciale verordening. Onze opvatting is dat het mest, CQ milieuprobleem in onze gemeente en enkele andere peelgemeenten, buitengewoon veel ernstiger is dan in de rest van onze provincie. Er is ons inziens daarom ook alle reden om wel strenger te zijn dan de provinciale verordening die gebaseerd is op, je zou kunnen zeggen, provinciale gemiddeldes. Dus om wel strenger te zijn. Net als het gemeentebestuur terug wil naar een gemiddelde voor de onroerend goedbelasting van een verlaging van 40% op termijn, zo willen wij, als D66, omhoog naar een provinciaal gemiddelde voor de kwaliteit van natuur en milieu, met bijvoorbeeld 40%. Ten slotte, totdat verwerking, ik maak duidelijk verwerking van mest mogelijk is, en op voorwaarde dat uw scenario 3 gaat bijdragen, echt gaat bijdragen aan een beter milieu en aan betere volksgezondheid in onze gemeente. En op voorwaarde dat u dat voornemen expliciet uitspreekt als doel, zullen wij dit voorstel gaan steunen. Dank u wel. Kom bij de fractie OPA, de heer Fales. Dank u wel, voorzitter. We hebben al een paar keer benadrukt, als er de boer zelf zijn mest verwerkt en er zitten veel boeren bij elkaar, dan kan het ook leiden tot overlast. Maar onze hoofdmoot qua mestbewerking of verwerking is de gezondheid van mensen, dat die onder geen enkele beding in gevaar mag komen, en dan steunen wij het voorstel. Dank u. Dank u wel. De heer Masterbroek, fractie Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Wat allereerst opvalt is,
dat we op heel veel plekken bezig zijn met de regio samen te werken. En hier ineens niet. Daar begin ik maar eens mee. Iedereen weet ook wel dat bijvoorbeeld Mees al aan het proberen is om in een hele andere gemeente aan de bak te komen. Maar goed, we hebben het nu niet even over de gemeente Landhorst of wat dan ook, maar over Gemert-Bakel. Bekijk je de scenario's, dan denkt de PvdA, als we het vanuit financieel oogpunt bekijken, dat wellicht scenario 0 de minste kansen op plantschade biedt. Want in dat scenario denken wij, indien plantschade niet op de initiatiefnemer af te wentelen is, dan wordt deze door de provincie veroorzaakt, want zij nemen dan de beslissingen. Dus een vraag zou zijn, in hoeverre is die conclusie juist, of kan de rekening toch naar de gemeente doorgeschoven worden? Dat is wel even belangrijk om straks ook ons standpunt mee te bepalen. Ga ik verder op de inhoud langs de diverse scenario's af. Daar sla ik er een paar over, want daar zijn wij niet voor. Ik zal het proberen kort te houden. Scenario 3. Wij neigen ook naar scenario 3. Zij het dat we daar ook wel weer een paar opmerkingen over hebben. Bij scenario 3 zeggen we weliswaar dat we mestbewerking op bijvoorbeeld Wolfsveld en zo niet toestaan. Daar zijn wij eigenlijk het wel mee eens. Maar dat mestbewerking zowel op de bedrijven zelf plaats kan vinden, als dat ook meerdere bedrijven op één plek verwerkt kunnen worden. En verwerken, bewerken, de semantische discussie is al even aan de orde geweest. Daar zit, hij gaat verder inderdaad als semantisch. Want daar zit wel verschil in, maar wij schrokken eigenlijk een beetje dat ook bij bewerken kennelijk ook vergisting al zou zijn toegestaan. PvdA is zeker niet voor vergisting, omdat dat toch vele malen ingewikkelder processen zijn die ook moeilijker te controleren zijn. Maar goed, als we daar niks aan kunnen doen, dan zij dat zo. Willen wij mestbewerking die centraal plaatsvindt op één bouwperceel, dan vragen wij ons wel af van hoe groot kan dit worden. Staat wel iets genoemd qua afmetingen, maar over hoeveel ton zouden we dan theoretisch kunnen hebben op één locatie. Want wij moeten wel proberen dat we niet meer mogelijkheden gaan bieden om mest te verwerken als wij hier zelf produceren. Doen we dat, dan zou dat wellicht onbedoelde ruimte kunnen gaan scheppen voor uitbreidingen. En dat is wel het laatste wat wij willen. Ook de PvdA vindt dat wij qua aantal beesten wel aan ons plafond zitten. Mijn laatste vraag heeft dan even over betrekking over binnen scenario 3 op 7.10, de niet-agrarische functies. Wij lezen daar dat dan tot 5000 vierkante meter kan. Houdt dat dan in dat voor ons VAB's beleid ineens extra ontwikkelruimte is? Want wij hebben het over 600 meter en dit zouden toch ook VAB's kunnen zijn en dan hebben we het over 5000 meter. En als laatste, maar dat is meer nieuwsgierigheid. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar het verschil in standpunten van de coalitiepartners. Gaan we daar nu toe over? Ik kom bij de fractie van het CDA, de heer Jansen. Dank u wel, voorzitter. Op 27 juni 2013 is er een voorbereidingsbesluit genomen in zaken de mestbewerking voor Wolfsveld. Dit is de reden dat we daarom weer behandelen vanavond. CDA heeft destijds voorgestemd. Hierdoor is de tijd gecreëerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn of de gevolgen en wat het besluit van de provincie zou zijn in de verordening ruimte 2014. Het CDA is van mening dat wij als gemeente zelf de keuze moeten maken, onze verantwoordelijkheid moeten nemen en een helder standpunt moeten innemen. Dus laat het niet gebeuren dat de provincie voor ons gaat kiezen. Op 21 mei was er een informatieavond waar de keuze van BMW werd toegelicht. Hierin werd ook over bewerking, verwerking en vergisting gesproken en werd er duidelijk uitgelegd dat het een beetje vaag begrip was door de provincie, dat we daarom over bewerken spreken en niet over verwerken. Daardoor kunnen we nu denk ik ook een helder standpunt innemen. Het CDA vindt dan ook, dat zoals we ook in de commissie hebben uitgesproken, dat we scenario 3 kunnen steunen van BMW. Toch wil ik de vier vragen even doornemen. De eerste vraag: vindt de gemeente dat het mestprobleem lokaal opgelost moet worden? Is ja. Wij vinden dat wij niet ons probleem bij de andere gemeente moeten neerleggen. Vraag 2.
geeft eraan dat de mestbewerking op Wolfsveld is toegestaan. Nou, dat is dus nee. CDA is altijd van mening geweest dat er geen mestfabriek dicht bij de woonkern geplaatst moet worden, maar daar waar het vandaan komt. Op die infoavond is ook besloten om vraag 3 in 2 te splitsen. Ene was individueel bewerking. Hierdoor zijn wij voor. In het verleden wel eens tegen geweest. Echter, door dit toe te staan kan er iets heel moois ontstaan. Innovatie en economische ontwikkeling. Een prachtig voorbeeld is de champosverwerking van de champignonkwekerij Gemert BV, die zelfs de Biobase Economy prijs van de SRE daarom heeft gewonnen. Ik hoor het al vaker, we moeten daarom zeker wel goed gaan sturen en handhaven. Controle is hier heel belangrijk. Dat wil ik ook echt zeker aan de wethouder meegeven. En dan tenslotte de plantschade. Helaas is door deze keuze, als scenario 3 gekozen wordt vanavond, mogelijkheid op schade of plantschade van de gevestigde bedrijven. Uit het verleden is dit helaas gebleken en we moeten daarom ook misschien constateren dat het niet anders is. Daarom willen we de wethouder meegeven, ga in gesprek met de bedrijven die eventueel plantschade kunnen eisen. En laten we kijken of we tot een passend bestemmingsplan kunnen komen dat misschien de bedrijven daar nog geen plantschade indienen. Wij worden hier graag verder over geïnformeerd. De beslispunten kunnen wij dus instemmen of wij kiezen dus voor scenario 3. Er kan gestart worden met de bestemmingsplanprocedure na hopelijk gesprekken met de bedrijven. En punt 3, er kan voor 1 maart 2016 een bestemmingsplan buitengebied aangepast worden. Dank u wel. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie Lokale Realisten, de heer Vogels. Jee. Dank u wel, voorzitter. Ja, mest. Een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Allereerst wil ik even een opmerking maken richting onze collega's hier van de D66 en de Partij van de Arbeid. Zojuist werd geopperd dat u, als ik aanwezig zou zijn geweest bij de commissievergadering, dan hadden we niet zoveel vragen gesteld, want veel van die vragen zijn daar juist beantwoord. Dus dat even vooraf. Voorzitter, gelet op de betrokkenheid en de verwachting van een grote groep inwoners van Gemert-Bakel zijn wij in ieder geval tevreden dat er in navolging op het breed gedragen voorbereidingsbesluit van 27 juni 2013 nu een vervolgvoorstel naar de Raad is gekomen. In dat vervolgvoorstel kunnen wij ons vinden. De door het college uitgesproken voorkeur voor scenario 3, die kunnen wij onderschrijven. Waarom? Omdat hier namelijk in wordt geregeld dat het bestemmingsplan Wolfsveld zodanig wordt aangepast dat mestbewerking hier niet meer mogelijk is. Scenario's 0 en 2. Die maken mestbewerking op een industrieterrein wel mogelijk. En dat is iets wat wij in ieder geval niet willen. Net als het college willen wij ook het provinciale beleid volgen. En daarmee vervalt ook scenario 1. Graag, dan kom ik er even op terug, hadden wij de regelgeving die door de provincie is opgesteld nog wat aangescherpt. Helaas, in de commissievergadering is ons duidelijk geworden dat er op dit moment politiek geen haalbare kaart zou zijn. Bovendien zou dit de kans op een planschadeclaim vergroten. En dat willen we niet. Andere door onze fractie gewenste beperkingen blijken in te druisen tegen Europese regelgeving. Helaas. Voorzitter, zoals al gezegd, kunnen wij, de lokale realisten, instemmen met beslispunt 1. En dat is betreft scenario 3. En wij stemmen verder ook in met punt 2 en 3 voor wat betreft de uitvoering hiervan. Dank u. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie Dorpspartij. En de heer Koopmans. Dank je wel, voorzitter. Ja, u legt ons 4 scenario's voor. 2 scenario's is de Dorpspartij sowieso op tegen. Want dat maakt onder voorwaarden mestbewerking op Wolfsveld mogelijk. En daar kunnen we heel klip en klaar en duidelijk in zijn. Dat willen we niet, nu niet en nooit niet. Dus 2 vallen er vanaf. Dan hebben we nog een derde scenario dat we zeggen van we gooien het probleem over de schutting. Bij onze buren gooien we dat neer. En zo is ten optie natuurlijk. We hebben regionale bedrijventerreinen. Daar zou het eigenlijk op zich wel passen. Er liggen ook nog andere initiatieven voor in het buitengebied. Maar om daarnaast dan te zeggen, u moet naar buiten de gemeente en u mag binnen de gemeente niks. Om daar dus het probleem, terwijl we zelf een van de gemeentes zijn waar we het meeste mest produceren, om dan die verantwoordelijkheid maar bij een ander neer te leggen, dat willen wij ook niet. Dan blijft dus scenario 3 over en dat is mestbewerking binnen het buitengebied. En die vraag is hier net ook al gesteld.
En de wethouder heeft het zelf in de onderliggende stukken ook al gezegd. De controle wordt natuurlijk moeilijker als er meerdere locaties zijn. En als we kijken naar vormen van mestbewerking, ik pak bijvoorbeeld maar mest scheiden in een dunne en een dikke fractie. Als de controle al moeilijker wordt, hoe gaan we dan dadelijk bijvoorbeeld om van als mensen het product niet tijdig verwerken? Stel, ik laat hier dikke fractie liggen. Punt 1 zit ik dan met geur, punt 2 zit ik daar misschien met vliegenoverlast. Dat probleem kennen we ook. Ik geloof niet dat we dat hier willen. Nog binnen Gemert Bakel. Dus hoe wil de wethouder daarmee omgaan? Dat is de vraag die ik erover heb. Dankjewel, voorzitter. Dit in eerste instantie. Dank u wel. Een paar vragen vanuit de eerste termijn te horen geweest. En dan kijk ik in de richting van het college. Mevrouw Van Ekstel. Dank u wel, voorzitter. Ik ga kijken of ik op alle vragen antwoord kan geven. Anders hoor ik het wel in tweede instantie op welke vraag u nog geen antwoord heeft gekregen. Als eerste D66. Die geven eigenlijk aan van we willen eigenlijk een nieuw scenario. En in scenario 4 willen alleen mestverwerking toe gaan staan. Dat is een keuze. U zegt in ieder geval in tweede instantie, we zijn niet tegen 3. Maar daar heeft u wel een heleboel vragen bij. Eerste vraag is, gaan wij extra controles uitvoeren? En hoe brengen wij de volksgezondheid in kaart? Nou, we hebben op dit moment een volksgezondheidsonderzoek lopen. Lopende daarop is het denk ik gewoon verstandig om dat af te wachten en te kijken van, heeft dat consequenties voor ons beleid in de gemeente Gemert Bakel? Welke andere locaties zijn er? Op dit moment zijn er bij ons geen initiatieven bekend. Ook niet over mestverwerking of mestbewerking binnen onze gemeente. Dus op dit moment zijn die bij ons nog gewoon niet bekend. Dus zijn er ook geen locaties, want wij gaan geen locaties aanwijzen. Want het is de vraag van de ondernemer als die bij ons aankomt van welk initiatief hij bij ons voorlegt. U geeft aan dat u strenger beleid wil dan de provincie. Nou goed, we hebben in ieder geval aangegeven in ons coalitieakkoord dat wij het provinciaal beleid gaan steunen. En wij denken op dat moment ook dat er voldoende borging in zit om in ieder geval die zorgvuldige veehouderijen en deze ook wat dat betreft dat we het hier hebben over de mestfabriek, dat het gewaarborgd is. Daarnaast is het ook zo dat elk initiatief niet zomaar tot stand komt, maar ook sowieso richting ons moet komen om daarover een besluit te nemen. Dus het kan niet zo zijn van dat we dit nu voor hebben liggen en dat daar zomaar in één keer een mestfabriek tot stand gebracht wordt binnen onze gemeente, komt toch altijd bij ons terecht. Waarbij er dus ook voldaan moet worden aan de punten die ook genoemd worden. Want er wordt ook door de provincie gezegd van nee, mits u voldoet aan B, als er een verzoek komt. Dus er zijn enkele, of in ieder geval enkele vragen waarop antwoord gegeven moet worden. Wij denken dat daar voldoende waarborging in zit. Even kijken, dat waren volgens mij of er nu een beter milieu komt door scenario 3. Dat durf ik niet te zeggen, maar we steken in ieder geval wel de hand in eigen boezem als gemeente Gemert Bakel, dat we zeggen we gaan wel het probleem oplossen. En als we dat hebben, ook wat de PvdA zegt van, volgens mij zei de PvdA dat van, we werken op vele momenten samen in de regio. En op dit voorstel zeg maar werken we niet samen. Ik denk dat hier juist de provincie een beleid vastgesteld heeft waar wij van zeggen wij willen graag meewerken aan een provinciaal beleid. En dan denk ik als iets regionaal is het wel een provinciale beleid. Even kijken, de opa heeft geen vragen gesteld. Oh, de zevenster, dankjewel. De zevenstervraag die is in ieder geval, het zevenster is al bestemmingsplanmatig geregeld binnen onze gemeente. Even kijken. Scenario 0 geeft de Partij van de Arbeid aan. Zou ook een optie zijn geweest, mits uw raad aangegeven heeft vorig jaar dat u dus geen mestverwerking toe wilt staan op Wolfsveld. Vandaar dus dat scenario 0 voor ons afviel, omdat er niet expliciet in opgenomen staat dat er mestverwerking mogelijk, of dat er niet in opgenomen is dat we dus de mestverwerking niet toestaan op Wolfsveld. Dat is de reden waarom wij dus voor scenario 3 gekozen hebben. Nou, mestbewerking op eigen bedrijf kan al, daar heeft net meneer Koopmans vanuit de Dorpspartij al antwoord op gegeven. Hoe groot kan het worden? Dat staat er dus in dit beleid staat er niks over vermeld. Maar zoals ik ook al eerder in de commissie aangegeven heb, de vraag komt dan vanzelf bij ons terecht. En kunnen wij daar zelf ook een afweging in maken. Wat betreft het FAP-beleid wat u aangegeven heeft, nou goed, we hebben in het coalitieakkoord hebben wij daar ook een standpunt over ingenomen. En dat zal in een later stadium ook richting u komen van wat dat dan exact inhoudt. Even kijken, het CDA. Controle is belangrijk, dat hoor ik ook door meerdere fracties dat aangegeven is.
Zoals we ook aangegeven hebben, in ieder geval vinden wij handhaving ook belangrijk. En dient er ook controle plaats te vinden. Want er dient gewoon gewerkt te worden volgens de vergunning. En ik denk in deze dat dit een onderwerp is waar handhaving heel belangrijk is. En wij hebben ook aangegeven dat wij graag een nieuw handhavingsbeleid zouden willen. Waarbij uw raad ook aan kan geven welke prioriteringen u aan wilt geven. Want in deze tijden is het natuurlijk niet mogelijk om op alles te handhaven. Maar vanavond gehoorende hebben, ga ik ervan uit dat als wij binnenkort het nieuwe handhavingsbeleid aan u voorleggen en u de keuze hebt van welke punten vinden wij erg belangrijk, merk ik aan u in ieder geval dat dit punt toch mogelijk wel eens op één zou kunnen komen wat betreft handhaving en controle in deze. Ga in gesprek met bedrijven, geeft het CDA aan. Dat lijkt me een hele goeie, om dat in ieder geval, als dat ons ook te oren komt, om dat in ieder geval mee te nemen en dat ook aan de orde te stellen. Lokale realisten geven aan scenario 3, waarbij ze de uitleg overgegeven heeft. En de dorpspartij geeft aan de controle. En ik denk dat ik daarnet daar in ieder geval voldoende antwoord op gegeven heb. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Einde eerste termijn, is er behoefte aan bespreking in tweede termijn? En dan kijk ik even rond en die is er. En dan begin ik bij de heer Giebels, fractie D66. Ik wil allereerst de heer Vogels van de lokale realisten danken voor zijn suggestie om aanwezig te zijn bij commissievergaderingen. Ik stel vast dat een wethouder wel op vakantie is. Ik ben net op tijd teruggekomen van vakantie om hier aanwezig te zijn. En voor wat betreft de mest, ik meen er wel iets van te weten, maar nog lang niet alles, meneer Vogels. Mestbewerking zijn wij veel meer voor dan mestverwerking zijn wij voor en niet zozeer voor mestbewerking. Gegeven de omstandigheden en gegeven de samenstelling van deze raad kunnen we ons voorstellen dat we ons hierbij neer moeten leggen. Ik wil het zo formuleren. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Gaat u ook, als u zelf vaststelt dat het moeilijker wordt om te controleren, extra controle inzetten? Die vraag hebt u overgeslagen. U hebt wel het woord controle genoemd, maar geen antwoord gegeven. Ik wil daar toch graag een antwoord op. En tenslotte, en op dit moment is het nog open, zou ik graag met het voorstel van BMW eens willen zijn, zou ik het willen ondersteunen, maar ik heb de voorwaarden gesteld. U moet als doel van deze maatregel uitspreken dat het milieu in Gemert-Baken verbetert. Als u dat niet doet, steun ik dit voorstel niet. Dit is niet alleen bedoeld om de boeren te helpen met hun mestprobleem. Dit moet ook het mestprobleem, het milieuprobleem van onze gemeente Gemert-Bakel helpen. En als u dat wilt toezeggen, dan wil ik akkoord gaan met scenario 3. Dank u wel. Ik kom bij de heer Vales in de tweede termijn niet. De heer Masterbroek, Partij van de Arbeid. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wethouder Van Exel had het een paar keer over mestfabriek. Ik vraag me af, ja, wanneer is er dan sprake van een mestfabriek? Hè? Is dat al als je voor de buurman of voor twee buren ook wat verwerkt? Hè? Dus met name, daar ging het ook op. Hè? En mijn vraag over het maximale tonnage is daar niet beantwoord. Ik heb die vraag is wellicht gesteld in de commissie, maar ik heb het antwoord ook niet in het verslag gezien. Want ik heb het verslag namelijk wel gelezen. Daar stond het niet in, even naar meneer Vogels. Er werd door geen enkel commissielid op gereageerd. Dus vandaar dat niet een beslag is opgenomen. Dan is hij ook niet beantwoord. Dus mag ik hem alsnog stellen. Ik heb hem dus ook gesteld. Dus dat ging over mijn opmerking om te voorkomen dat we dadelijk te veel capaciteit hebben. Qua plantschades, daar ging eigenlijk mijn vraag over scenario 0. U heeft een inhoudelijk antwoord gegeven waarom u dat niet doet, omdat u geen mestverwerking op Wollersveld wilt toestaan. Met mij ging het om de financiële inschatting. Is dat gunstiger of niet? Als ik scenario 3 zie, dan denk ik dat dat wel mee zal vallen. Dan wordt gezegd van wij pakken rechten af op Wollersveld. Dat zou volgens mij alleen maar gaan als er op dit moment echt ondernemers waren die al vergevorderde plannen hebben om daar ook werkelijk iets met mest te gaan doen. Nou, bij het afhaken van mees is dat volgens mij niet meer het geval. Dus ik denk dat het risico ook best meevalt. Dus even afhankelijk van uw antwoord, met betrekking tot de financiële kant, neigen wij ertoe om dan scenario 3 wellicht te gaan ondersteunen. En ik wil meneer de wethouder Hoppenzak toch complimenteren met het gewijzigde inzicht. Tijdens de verkiezingsdebatten had hij echt nog zoiets. Dat hoeven wij hier in Gemert niet op te lossen, het mestprobleem. Ik ben blij dat hij en zijn fractie daar nu toch anders over denken. Dank u wel. Fractie CDA, de heer Jansen. Ja, ik had de 6.1 of de regio wel beantwoord gekregen, volgens mij, in de commissie. Tenminste, ik heb opgeschreven dat
de marktvraag is en dat wij daarom niet de samenwerking hebben gezocht. Maar wellicht kan de wethouder daar nog eventjes verduidelijkingen geven. En minder belastend vinden wij het wel eigenlijk. Maar volgens mij is het uitrijden belastender dan dat we het gaan verwerken. Dank u wel. De fractie Lokale Realisten, niet fractie Dorpspartij, de heer Koopman. Ja, heel kort, voorzitter. Er zijn enkele fracties die zeggen wij willen eigenlijk minder dieren. En dus we willen eigenlijk liever geen scenario hier of een ander scenario. Ja, dan willen wij ook minder dieren. Maar tot het zover is en we geen mest meer over hebben, zal er toch een oplossing moeten komen. En dan zal je toch moeten kiezen uit de minst kwalijke. En wij denken toch dat het bij scenario 3 is. En we hebben zeker ook de hoop dat het leefklimaat daardoor uiteindelijk ook gaat verbeteren. Dank u wel. Een enkele vraag is er nog over en dan kijk ik toch in de richting van het college, mevrouw Van Ekstel. Dank u wel, voorzitter. Allereerst richting D66. Ja, nogmaals, wat ik net gezegd heb wat betreft controle. Het is aan uw raad om daarin een keuze te maken van waar u de prioriteiten aangeeft met betreft controle. Als u het zo belangrijk vindt dat hier meer controle op zou moeten komen, dan hoor ik dat graag van u. Want u bent dan aan zet. Wat betreft, wordt het milieu hier beter van? Het is landelijk. Is dit in ieder geval verplicht om mest te verwerken? Dat is een verplichting. Het lijkt mij dat mijn landelijk daar niet voor kiest als dat slechter zou zijn voor het milieu. Het is natuurlijk een afweging waar u van zegt van vind ik dat slechter of beter. Maar wat net ook aangegeven is, uitrijden op de grond is slechter. En vindt u dat beter voor het milieu? Ik ga daar voor u geen antwoord op geven. Als u vindt dat dat beter is voor het milieu. Ik vind niet dat ik daar als college antwoord op moet geven van de beleving die ik heb van een verbetering van het milieu. En ik hoop dat dit voorstel u zoveel aangeeft dat u zegt van nee, dit is beter voor het milieu. Dus dat is uw afweging. Wat betreft PvdA natuurlijk, er kunnen niet overal mestfabrieken komen. Je hebt ook gewoon over mestverwerking op een bedrijf. Dan is er niet meteen sprake van een mestfabriek natuurlijk, want dan is het gewoon op het bedrijf waarop verwerking plaatsvindt. En wij beoordelen dat bij binnenkomst als hier iets komt. Ook qua grootte bent u ook aan zet om te kijken van is dit wel of voldoet dit niet aan hetgeen wat hier vanavond voor ons ligt. Dat zijn de criteria waar het aan moet voldoen. Financieel gunstiger. In het stuk wordt ook aangegeven dat er wellicht een mogelijkheid bestaat om bij scenario 0 de planschade ook voor te leggen aan de provincie. Maar het is natuurlijk wel de vraag of de provincie daar dan ook ja tegen zegt. Maar het is wel genoemd ook in het stuk. Als er aanwijzing plaatsvindt. Het zou wellicht gunstiger kunnen zijn. We hebben dan in ieder geval de mogelijkheid om het ook bij de provincie neer te leggen. En dan heb ik volgens mij alle vragen beantwoord. Dacht ik ook. Aan de tweede termijn, dan komen we bij de besluitvorming met betrekking tot het voorstel zoals u is voorgelegd. Is er behoefte aan stemming op dit punt? Er is behoefte aan stemming. En mag ik vragen of er ook behoefte is aan hoofdelijke stemming op dit punt? Ik wil een stemverklaring afgeven. Dat doen wij ook voordat we tot stemming overgaan, de heer Giebels. Wij hadden als D66 graag in willen stemmen met dit voorstel, omdat het ook een aantal positieve elementen bevat. Wat ons niet is gebleken is dat dit echt een verbetering gaat worden van de volksgezondheid, natuur en milieu in Gemert-Bakel. En dat is de reden waarom wij helaas genoodzaakt zijn tegen dit voorstel te stemmen. Verder nog behoefte aan stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan kan ik concluderen dat het voorstel is aangenomen met de stem van de fractie D66 tegen. Dan kom ik bij agenda punt 17 en dat is niet het meest ingrijpende. Ik wou daar u verzoeken om te gaan staan voor het gebruikte moment van stilte bij sluiting van de vergadering.